Deze beschouwing die staat in het kader van het feit dat ik ongelooflijk lekker gewerkt heb. Echt bizar. Ik ben gewoon schandalig eigenlijk hoor. Dat je zo makkelijk, plezierig, verschrikkelijk gewaardeerd aan je geld komt. Ik heb van de week 3 dagen gewerkt. 1 dag 5 uur. 1 dag 4 uur. En vandaag, ja. Nee, vandaag was het moeilijk zeg. 3 uur. Ha! En nou zit ik lekker aan het bier. Het lijkt me wel dat ik het verdiend heb, of niet? Alles bij elkaar heb ik toch deze week wel geteld. Nou, 5 plus 4, weet jij het nog? Dat is 8 volgens mij. Nee, dat is 9. Komt vooral de bier. Ja. Ja, wat heb ik nou gewerkt? Dus 9 plus 3 is 12 uur. Dat is een werkweek, noemen ze dat. Tje. En dan krijg ik dus... mijn salaris staat al te popelen om naar mijn bankrekening te stromen. Ook dat nog een keer. En ja, er gaat weer een beetje naar mijn spaarrekening toe. Dus dat ook nog. Dus aan deze kip komen alsmaar meer veren. En zo dadelijk is de Belastingdienst... ja, die denkt bezweken aan de corona. Dus dan ben ik van die lui ook af. En dan krijg ik alles netto. Want nu zit de Belastingdienst van me mee te eten. Vind ik helemaal niet erg. Het is even chill, snap je? Wat maakt mij dat nou uit? Even chillen, gewoon even back to basics. Ik zal me alles open en bloot op tafel gooien. Want dan lekker concreet om het over te hebben. Ik werk 23 uur in de week. Heb ik een contract. Ik heb een jaarcontract. Ja, ik heb hier een contract in mijn woning. Met de naam van de directeur van de instantie. En zijn handtekening. 23 euro. En dat is geen geintje, snap je? En daar horen dan wel eisen bij. Dat hierna te noemen medewerker dient te voldoen aan functie-eisen bijgesloten in bijlage Huppeltje Pup. En ik moet ook, los van dat bedien ik mij zo en zo te gedragen. Dat is het. En ik gedraag mij. En meer dan, nou, ik gedraag me naar de letter van het contract. Ze lopen helemaal weg met mij. Serieus. Geen geintje. Ik heb 2 dagen vrij gehad. En toen ik weer op mijn werk kwam, was het eerste dat mijn baas tegen me zei... Ik ben blij dat je er weer bent. Het ging maar net goed. En die andere collega van jou, die staat niet te popelen om daar weer te gaan schoonmaken. Nou, die heeft het even gezien. Die heeft dus gezegd tegen mijn baas van nou, hoe loopt Perry daar in de ronde? Met een pistool of zo? Het is net of je de leeuwenkuil ingaat. Net als Daniel. Man, ik zit er op een plek en je bescheurt je echt. Je bescheurt je totaal. Ik heb het al zo naar mijn zin. Ik ben iedere keer weer benieuwd hoe het met iedereen gaat. Dat alleen al. De begeleiding daar. Dat zijn zoveel mensen... Daar ken ik echt, zelfs na 3 maanden, niet van allemaal de namen. En zeker nu met die corona niet. Want er komen er allemaal mensen van de dagopvang komen dagopvangen op de locatie. Snap jij de waanzinnigheid nog? Dus die mensen mogen niet naar de dagopvang vanwege de coronatoestand. Maar ja, dat moet je eens tegen die mensen gaan vertellen. Ik geef het je te doen hoor. Er zitten erbij en die kunnen absoluut niet praten. Punt. Helemaal niet.
En you believe me dat die wel wat te vertellen hebben. En dit zijn dan mensen die dan... hoe moet ik dat zeggen? Die gaan zich heel bijzonder uiten. Ja, jij en ik, als we dan bij een etentje zitten... En het was toch al niet lekker met Piet en met Gerda gingen. Nou, er zitten trouwens geen vrouwen. Dat zou niet kunnen. Ja, wel in de begeleiding, hè, maar niet in de bewoners. Geen vrouwen, absoluut niet. Bij een van die bewoners hangt allemaal porno aan de muren. Serieus? Dikke tieten. Ja, het moet kunnen. Ik zal niet zeggen wie, maar... Geen vrouwen. Oh. En die lui die communiceren. Hoor. En dan gaan er stoelen door de ruimte heen. En die stoelen die wegen 9 kilo of zo. En ik kan het weten, want ik zet ze bijna elke dag. Minimaal 5, 6, 7, 8, 9, 10 stoelen zet ik op de tafel om te gaan schoonmaken. Echt geweldig. En ook dat al die mensen, daar is dat hele team mee bezig, om die mensen, dat is hoe ik het zie, hè? Die mensen daar, die zitten gevangen, want dat is echt zo. Want er zit een hek omheen. En ze komen daar niet weg. Echt niet. Dat probeert er wel eens een, maar dan wordt de politie gebeld. En dan zitten ze weer terug. Dit is een gevangenis. En de illusie moet worden gewekt dat die mensen totaal vrij zijn. En dat doen ze daar met man en macht. En daar heb ik diep respect voor. Dus iedere bewoner die heeft daar een eigen plek. En als jij dan komt en jij denkt van nou zeg, is dit alles? Nou, die zitten erbij en die zitten in een... in een padded cell. Ik weet niet wat het Nederlandse woord is, maar geen harde muren. En alles is onverplaatsbaar. En voor de ruiten zit perspex. En het is allemaal categorieën, meer dan hufterbestendig, hoor. Een knappe jongen die dat kapot maakt. En dan nog, hoor, dan... Daar sneuvelen dingen, jongen. Toiletten, er zijn er een aantal en die hebben een toilet. En daarvan is er maar één, dacht ik. En die heeft een toiletborstel. De rest niet. De rest heeft niet eens een toiletbril. Hij heeft helemaal niks. Ja, alleen maar een gat om de ontlasting te doen. Nou, dat is helemaal niet mensonterend, dat is passend. En er zijn er ook, en die hebben geen toiletborstel, maar die hebben wel een bril. En daar zijn ze ook heel netjes mee. En er is er ook één, en die heeft alleen maar een metalen bak. Net als in een Amerikaanse politiezaal. Maar dat geldt niet voor iedereen. Dat wordt per geval wordt dat bekeken. En ja, sommige mensen die kan je wel al die mooie dingen geven, maar dat wordt een drama. En over dat uiten, ik hoorde dus ook dat tijdens een etentje, en dat hoorde ik van een van de bewoners, niet eens van de begeleiding, maar tijdens het etentje, een etentje, was iemand en die had er zo enorm genoeg van, dat hij midden in de woonkamer zijn ontlasting ging doen. Ik zal jullie eens even een poepje laten ruiken. En meer is het niet hoor, van zo'n jongen. Dan moet je, ja. En er werd dus gezegd, ja, dat werd doen, dan werden de mensen boos. Ik kan me ook wel voorstellen dat ze toen behoorlijk in paniek raakten. Wat krijgen we nou? En daar moet die begeleiding mee omgaan, met al die situaties. Vechtpartijen? Serieus?
En dat is helemaal niet erg. Dat is het mooie. Het is, iedereen lacht daar tegen elkaar. Iedereen doet aardig tegen elkaar. Iedereen doet eerlijk tegen elkaar. En het enige waar we ons zorgen over maken, en dat doet iedereen, het is dat die bewoners maar het gevoel krijgen dat ze zo vrij zijn als een vogeltje. En ze mogen alles. Ik vind het geweldig. Er is één groot toneelstuk daar. En een toneelstuk met een doel. Echt prachtig. En ik mag dat dan doen. En dan die hele mooie rol van de schoonmaker. Maar dat is een lekkere rol. Want ik heb ook contacten met die mensen. Was van de week iemand en die... Hoe kwamen we er nou op? Nou, het is een hele aardige gozer. En die heeft een best een leuke kamer. Zoals jij hem ook zou willen. Er staat een oude kerstboom staat erin. Zo'n kunstkerstboom. Met allemaal ballen. Ja, dat vindt hij mooi. Ja. Maar heeft hij dat? En dan heeft hij een eigen douche. En een eigen toilet. Dat is diegene met die toiletborstel. En bij zijn wastafel, haarlotion, weet ik wat dan, hij ziet er altijd heel goed verzorgd uit. Heel aardig, peer. En die kwam met me meelopen en overal verhalen. En ja, hij heeft in het Amerikaanse leger gezeten, maar ook in het Duitse leger. Hij was fout aan de oorlog. En de Amerikaanse politie heeft hij ook gedaan. En hij is bisschop geweest. En hij is geboren in, hoe noemde hij dat ook alweer, Schipluiden, maar dan tegen Duitsland aan. Maar je snapt het wel. Het is een soort van Urk, maar dan op de grens met Duitsland. En daar komt hij vandaan. Want daarom is hij ook katholiek. Zelig. Ja, ik vind het leuk. En hij heeft, hij heeft pistolen. Zo'n klappertjespistool ding. Heel leuk gozer. Krijg met hem lachen. En dan loopt hij rustig een half uur of zo loopt hij met me mee. En dan bla 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 bla. En dan kwam iemand van de begeleiding die kwam naar me toe. Die zei, heb je geen last van hem? Ik zei, nee joh, hij doet niks. Dus, hij ging altijd, dan was ik bezig, dus ik moet hem even erbij. Hè? Dan ging hij netjes opzij. En dan met hem ook zo praten over die toiletten. Want wat ik gemerkt heb, dat is leuk, even chill. Hè? Gewoon even helemaal chill, chill, niks aan de hand. Hè? Die toiletten, die zijn steeds schoner. Ja, daar kan je even over gaan nadenken. Hoe kan dat? Als ze wonden, worden minder smerig gemaakt. Ik heb het gezegd tegen een andere ondersteuner. Je hebt een begeleiding en je hebt ondersteuners. En er zit nog een ondersteuner. En ik zei tegen haar, ik merk bij die en die dat het schoner is. En zij zei, ja, dat klopt. Dat was haar ook opgevallen. En daarvoor was het zo'n beetje, elke ochtend zat Picasso op de muren van het toilet. Hè? Het beeld van de eenoogige vrouw of zo. Dat was diezelfde kerel die ook poepen de poep heeft opgestoepen gedaan in de woonkamer. En dat hebben die mensen. Daar moet je helemaal niet moeilijk over doen. Dat is hun aard. Zij willen zich uiten. En als ze niet begrepen worden, dan willen ze zich nog steeds uiten. Het is niet zo dat als jij je wil uiten als mens en je wordt niet begrepen, dat je denkt van oké, nou dan uit ik me wel niet. Nee, dat doe jij ook niet. Als jij niet begrepen wordt en je wil je uiten en je wordt niet begrepen, wat doe jij dan? Ja, even chill man. Dan pik je toch niet.
Ja, dat doen die lui ook niet. Dat is ook wat ik merk als ik dus... Ik kan die mensen niet zien als patiënt. Punt. Ik ben omringd met mensen en die zijn bang voor coronatoestanden en die blijven op 1,5 meter van elkaar. Niet omdat ze een boete kunnen krijgen. Nee, omdat ze echt geloven dat ze anders ziek gaan worden. Ja, en die zijn normaal. Ga er weg. Die zijn net zo gek. Of op terrein dommer misschien. Hey, even chill, rak hem op. Laten we elkaar geen mietje noemen. Hey, ik had het met mijn dochter van de week. Ik vind mijn dochter echt hartstikke geweldig. Maar niks mis mee. Maar en... Zij komt bij mij. En dan komt ze eens in de 2 weken. Nou, ik ken hem mijn handjes knijpen. Ben ik heel blij mee. En dat mag wat vaker. En... Want ik heb haar nog het een en ander te vertellen. En ik heb al zoveel weinig... ik heb al zoveel tijd in moeten leveren op de opvoeding van een kind. En je wil je verhaal kwijt als vader, toch? Dat je je kind wel eventjes helemaal volpropt. Dat kind haar eigen DNA kan begrijpen. Want ze zit voor de helft vol met mijn DNA. Ja, en ga daar maar eens mee om. En er hoort wel het een en ander bij. Dat is wat ik maar even wil zeggen. Even chill, gewoon puur chill. Ja, mijn kind heeft een enorm goede taalontwikkeling. Ja, dat heeft ze niet van Sinterklaas. Maar er hoort wel wat bij. En alleen taalontwikkeling, want madame scoort dan 10, letterlijk 10, hè? In het HBO gebeuren. Voor verslagen en zo. Ja, ha, 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 ha. Maar nou, de rest nog. Dat je niet alleen maar taal mooie zinnen kunnen maken. En madame kan het wel. Dat is perfect. En dat hoort ook zo te zijn. En de rest hoort er ook bij. Dus, ik had, dat is zo'n projectje van mij, al die liedjes uit mijn jeugd. Want ik ben al geboren in een heel leuk moment, 1959. Dat was in de tijd dat de blues kwam. Hè? En toen kreeg je in de jaren 60 de Rolling Stones en de Beatles. En dan kreeg je in de jaren 70 die hippie muziek. En toen kwam in de jaren 70 de symfonische muziek. Genesis. En de Van de Graaf generator. En Barclay, James Harvest. En toen kwam de punk. En toen kwam de new wave. En toen kwam de techno. En toen kreeg je een gigantische herhaling van alles wat er ooit geschreven was. En een enorme verschaling. Dat was met de techno, was de lol er eigenlijk af. Je hebt die Belgische band nog gehad. Hoe heette die? Nou, iets van 94 of zo. En dat vond ik nog wel... wow. En Meat Beat Manifesto. Ook wel cool. Maar weinig, hè? Oh, je hebt ook die hele minimal techno. Maar die naam schiet me even niet binnen. Maar het is een... Dus sinds die tijd is het afgelopen. Het is niet meer... En met de computer is er onderzoek gedaan naar variëteit in muziek. Dat kan je meten.
Het is een kunst om het aantal verschillende akkoorden in een lied, om dat te bepalen. Dus je gebruikt veel of je gebruikt weinig. En je kan ook naar de structuur gaan van één akkoord. En dat is een hele interessante om uit te werken. En je hebt de herhaling van akkoorden en nou, de variaties en de overgangen en de dit en de dat. En wat gemeten is, is dat dat dalende is. Al heel lang. En een hele goeie is de band Steely Dan uit Amerika. Met Donald Fagen en Walter Becker. En Donald Fagen, die is denk ik Joods. Maar dat vermoed ik. En het zou geen schande zijn. Want Donald Fagen is een geweldige componist. Daar kan meneer Spinvis nog een puntje aan zuigen. Want Donald Fagen die swingt. En Spinvis swingt niet. Ik ben een vrouw van verte sigaretten, de buitenaardse stof in mijn bloed. Zo moeilijke muziek om op te dansen. Maar het kan wel hoor. Dokter of zo heet. In de staat van narcose. Dokter, 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 die is wel goed. Die swingt wel. Maar Steely Dan swingt. Giga. En nou, is er een vent op internet en die bespreekt voor zijn publiek muziekjes. En dan is de grap dat mensen mogen zeggen: bespreek dit muziekje eens. En dan hoort hij dat muziekje voor het eerst. En dan moet hij er wat van zeggen. En van Steely Dan gaat die kerel helemaal uit zijn dak. Echt, zijn mond zakt open, net als in een cartoon. Hij weet niet wat hij hoort. Want dit swingt. En dat is Steely Dan. En die man, dat is een neger. Recht u recht aan, neger. Dat is geen halfbloed, dat is een neger. Een Jamaicaan. Een Spaans bloed ooit of zo? Ja, je weet het nooit natuurlijk. Echt zo'n neger. En hij praat ook lekker plat. Gewoon negerplat. En ik heb helemaal geen moeite met plat. Groningers praten ook plat. En dit is een neger. En die praat plat. En die komt uit Jamaica. En hij heet Jamal of Jamel. En hij werkt bij de Praxis daar in de buurt. Je kent het wel. Maar dan ergens in Amerika. Gewoon zo'n bouwmarkt. En dan werkt hij op de zaagafdeling. Dat is zijn daily business. Daar verdient hij zijn poen mee. En in zijn vrije tijd. Dan luistert hij dus, of dan doet hij dan gewoon zo'n hoofdtelefoon op. En dan luistert hij ernaar, jij kan het ook horen. En dan gaat hij er wat van zeggen. En wat hij dan zegt van Steely Dan, daar moet je in je broek pissen van het lachen. Hij heeft er zo'n plezier bij. En hij ziet in dat dit muziek is. Denk er even over na. Ga luisteren naar
dat eerste album van Steely Dan. Cannot buy a thrill. Ik kan geen opwinding kopen. Opwinding is niet te koop. Opwinding is iets in jezelf. Dat kan je niet kopen. Can't buy a thrill. Geniaal. En een ander heel geniaal album vind ik The Royal Scam. Het koninklijk bedrog. Het bedrog der koningen. Zoiets. En er zit een nummer in. En het heet Kid Charlemagne. Man, wat een nummer. Kijk, Charlemagne, dat is Karel de Grote. En Kid Charlemagne gaat over een drugsdealer. En meer vertel ik niet. All the other stuff was laced with kerosene, but yours was kitchen clean. You were the best in town. Dat nummer, daar lopen je de rillingen van over de rug. Als je weet dat het gaat over Karel de Grote. Charlemagne, zijn zoon, de drugsdealer. Ja, geweldig. Anyway, ik zei het tegen mijn dochter. We gaan deze, moet je zien, die neger, bla bla bla. En dan zegt mijn dochter. Mam, wil je alsjeblieft geen neger zeggen? En dan denk ik, ja, hoeveel onderbroeken heb ik aan eigenlijk vandaag? In wat voor wereld, even chill hè, maar in wat voor wereld leven we nu dat kinderen tegen hun, ik mag het hopen, maar mag het hopen biologische vader, maar in elk geval haar sociologisch-economische vader, dat een kind dan tegen haar economische vader zegt, wil je je taalgebruik even veranderen, want dat klopt niet, dat woord. En laten we nou mee ophouden. Die tut hola van een dochter. Even chillen. Gewoon relax. Down to earth. Allemaal rustig. Don't panic. Maar die tut hola, die wenste niet naar het gymnasium te gaan. Want het was haar eigen idee. En dat had niks te maken met het feit dat haar moeder ook vond dat ze dat beter maar niet kon doen. Want van gymnasium is bekend, daar leer je Latijn en je leert Grieks. En ja, het is beter van niets. Want die andere school is leuker. Maar goed, had ze dus naar mij geluisterd in een of ander onvoorspelbaar universum. Dan had ze geweten dat in het Latijn, dat daar het woord Niger is. En dat je een land hebt en het heet Nigeria. Dus moeten we nou Nigeria ook van naam gaan veranderen? Oh, je mag niet zeggen, hij komt uit Nigeria, want dat is racistisch, man. Waar ben je ermee bezig? En met jullie ook. Even chillen. Niger, echt. Look it up. Pak maar translate.google.com en kies maar voor Latin. En nou, dan doe je van Dutch naar Latijn. En dan zal je zien dat Niger, dat is Niger.
Neger komt uit het Latijn dus. Dat hebben ze voor ons, is het woord neger is een leenwoord. Uit het Latijn. Meer niet. Dat mag niet meer. Hoezo niet? Nou, even chillen. Gewoon even rustig, hè? Maar Jurk Gliesman, die heeft er een pestbroertje dood aan dat je uploaden zegt. Nee, dan moet je zeggen omhoog laden. Nou, dat is op het konto van Jurk Gliesman. Ik zeg gewoon uploaden. Punt. En daar heb ik een reden voor. En die reden is dat als je het hebt over computers, dan gaan we het niet hebben over speicher. Maar dan hebben we het over memory. En niet speicher. Dat slaat nergens op. Een meter is een meter. En een yards doen we niet. Dat heet memory. En heb je random access memory. Dat heet RAM. Jurk Gliesman kan het woord random access RAM, maar hij kan niet zeggen mijn computer heeft zoveel RAM. Want dan is, dat is ook een exogetisme. Allemaal leenwoorden en dat doe ik niet aan. Dat is onhoudbaar. Dus zeg ik uploaden. En Jurk Gliesman zeurt daar niet over. En mijn dochter wel. Maar je moet wel zeggen omhoog laden hoor, als je gaat uploaden, dat vind ik. Kijk, dat doet Jurk Gliesman ook niet. En waarom mijn eigen dochter dan wel, als we het hebben over negers? Even chillen, snap je? Het racisme, jongen, dat sijpelt tussen de stenen vandaan. En dat is het hele punt. Dat ik op een of andere manier, als ik neger zeg, dat ik dan vind dat mensen met meer melanine aantoonbaar dommer zijn, slechter zijn, whatever. Terwijl ik je net heb verteld dat als ik dan op mijn werk ben en ik kijk naar de waarde van die mensen, dat ik denk, ja, jullie hebben waarde. En dan kijk ik naar de waarde van andere mensen, denk ik, ja, jullie hebben waarde. En ga mij niet vertellen dat die mensen waar, die dan dagelijks verzorgd moeten worden, dat die dan minder waard zijn. Hoe kom je daarbij? Die mensen krijgen de zorg die ze verdienen. Dat is zo goed mogelijk. En als ik in de buurt ben, dan help ik daarbij. Punt. Snap je? Ik moet toch eerlijk zijn naar elkaar toe. En negers zijn negers. En ik zou zeggen, ja, het andere woord is dat je zegt niet blanke. Maar dan heb je nog het probleem met die mongoloïde mensen. De Mongolen. Hoe noem je die dan? Gele? Ja, dan gewoon Mongolen. Dat is nou eventjes dan, dat is even chill gewoon, lekker, hè? Maar het woord Mongool. Mensen met Down-syndroom, die zijn uitgemaakt voor Mongool. En dat was omdat ze toen dachten dat die, ja, ze hadden nog alles van die oogjes. En dat was echt racisme. Heel vervelend, maar racisme. Ik vind het beter dat die mensen tegenwoordig heten, hij heeft Down syndroom. Hij heeft een chromosoom te veel. Of zij. Ze hebben een chromosoom te veel. In plaats dat we ze Mongolen noemen. Maar dan hebben we het woord Mongool nog. Dat mag je dan toch gebruiken voor alle spleetogen.
Want dat waren ze. Dat was toen met woord. Want wij hebben die oogleden niet. Not. Wij waren van die halve maantjes. En amandelvormige bloemen. En hun hebben allemaal van die spleetogen. Ja. En daar is waarschijnlijk een hele goede verklaring voor hoe dat ontstaan is. Maar dat maakt niet uit. Het zijn mensen. Punt. Ik doe nog even een bier open. Ik ga even een hele grote knal geven. Ja. Maar dat is even lekker chill, snap je? Al de gezeik met de corona. Het is... Als je nu niet zielsgelukkig bent, wat mankeert je eigenlijk? Ik heb gezegd. Eindelijk ben je van al de gesodemiet eraf. Want het hele land ligt plat. En jij hoeft eindelijk niks te doen, want je kon al helemaal niks. En dat is maar beter dat je niks doet. Want laten we eerlijk zijn. Wie is er hier op deze wereld bezig met iets fatsoenlijks te doen? Zelfs voor mijn beroep. Ik ben aan het schoonmaken, maar het is iedere dag toch weer vuil. Doe ik iets goeds? Nee, ik zit een beetje te genieten van mijn werk en weer wel leuk te betaald krijgen. En nou, die toiletten zijn wel goed schoon, maar dat kan iedereen. Maar wat doe je met je leven? Wat doe jij dan? Daar gaat het toch om? En die hele coronatoestand waar we gaan. Oh, dit is ik en dat is ik. En de middenstand gaat kapot. En dan krijgen we een crisis, man. Dat maakt helemaal geen donder uit. Besef dat nou. En terug naar mijn inkomen. Ik word dan de belastingdienst die... Ik heb niks anders gedaan dan mijn administratie ingeleverd. En ik heb gefraudeerd. Maar dat was omdat mijn collega dat voorstelde. Ik heb gefraudeerd met subsidie. Waarschijnlijk... Het wordt echt heel gek hoor. Waarschijnlijk gaat me dat dan toch nog voordeel opleveren, omdat zij niet weten dat ik gefraudeerd heb. Want dat heb ik ze niet verteld. Want als ik vertel dat ik gefraudeerd heb, dan gaat die collega van mij, die mij het voorstel heeft gedaan van we moeten maar gaan frauderen, want iedereen doet het. Dus waarom wij niet? Hebben wij dus meegedaan met... Ja, ik dus meegedaan. En hebben wij fantasieuren opgevoerd... voor werkzaamheden die verricht waren. Door mij. In mijn vrije tijd. En die ik al lang klaar had. En we hebben daar subsidie voor gekregen. En mijn collega die kreeg subsidie voor het testen wat alles wat ik had geschreven. Dus ik kreeg subsidie voor de programmeeruren. En hij kreeg subsidie voor het testen van al die software. En dat ging behoorlijk. Ja, dus, 800 uur per jaar was ik aan het programmeren. Kijk, ik kan mijn uren prima verantwoorden. Alleen, ik had die uren al lang gedaan van mijn eigen geld. Dat is een lang verhaal en dat heb ik gedaan. Ja. En daar hebben we de subsidie voor gekregen. Dat is fraude, lijkt mij. Maar ja. Ik kan dat niet gaan opbiechten, want dan gaat die collega van mij ook... En als ik het opbiecht, ja, wat gebeurt er dan? En... Yo. Nou, we moeten kijken. Maar dat hangt dus als een zwaard van Damocles. Maar daar maak ik me eigenlijk geen zorgen over. Want ik denk van ja, ik heb die uren wel besteed. En ja, anders moet je die collega van mij maar pakken. En die heeft wel geld. En ik niet.
Dus ja. Dat is eigenlijk wel een luxe situatie. Weet je niet? Gewoon een kale kip waar je geen veren van plukt. Hè? Ja, en dan schuiven ze me af boven de 1028 in de maand of zo. Wordt alles afgeramd. En ik betaal ze elke maand €50 uit goede wil. Nou, wat hou je dan nog over? Maar dan krijg je van Hully ook weer, krijg ik een behoorlijk bedrag aan toeslagen. Dat is meer dan €200. Waar zijn ze nou mee bezig? Wat willen ze nou? Ik vraag me af. Ik ben aan het nadenken. Maar jij ook, mag ik hopen. Wat willen ze nou? Aan de ene kant gaan ze me korten. En aan de andere kant geven ze me toeslagen. Ja, ja. En dan korten ze me. En dan heb ik nog steeds genoeg om van te leven. Ja, ja. En ik werk maar 23 uur. Dan snap ik het echt niet meer. Maar waar is nou die 40-urige werkweek gebleven? Je moest toch minimaal 40 uur per week werken? Maar dat is helemaal niet. Je hoeft maar 23 uur per week te werken. En om het nog even erger te maken met die coronacrisis. Was er zo'n vergadering en dan mijn baas. Problemen, corona en de dagbesteding. Dat kan dus niet, hè. En die diensten vallen uit. En ik deed één uur in de week. Een dagbestedingstukje. Even cleanen. Dat is echt helemaal een klusje. Dan had ik zo'n... En mijn baas zei ook tegen mij van... Hier gaan we niet over lopen zeuren. Dat is easy peasy voor jou. Wat was het? Twee lokalen, twee toiletten... en een toiletgroep. Een uur de tijd. Ja. Ja, easy man. Maar die viel uit. En dan zei ik tegen mijn baas. Van, ja, wat moet ik dan gaan doen? Ja, zei hij, neem maar vrij. Dat is gewoon, je krijgt doorbetaald. Dus je hoeft niet te werken. Ik zei, ja, oké. Dan spreken we af. Dat die uren, die komen bij jou op de lijst. Die krijg je van me. Zonder meer. Ik krijg het ervoor betaald. Wat is dat nou? Moest hij lachen? Ja, zo doen we zaken. Hè? Ja, en dan kwam hij van de week. Vroeg hij nog heel beleefd. Ja, maar even vragen. En kan jij dan... binnenkort, over een week... Kan je dan even anderhalf uur dat en dat doen? Ja, natuurlijk. Ja, zei hij, want anders moet ik iemand inhuren en dat is ook gedoe. Ik zei, nee man. Die uren heb ik toch gezegd. Ik hoef dan een uur minder te werken per week. En dat stapelt zich op, hè. Lijkt mij. Dus kom erop. En dan ging het er ook om, wat moet ik precies doen? En dan zei mijn baas van, nou, het is daar, hoe heet het ook alweer? En toen dacht ik al, oké, laat me zitten. En dan zei ik tegen mijn baas van, je hoort hem wel van me, het komt allemaal goed. En ik gelijk naar die persoon toe, want ik weet wie dat doet. En ik naar haar toe en ik zeg, nou, ik moet, ze gaat met vakantie, dat hoorde ik dan ook. Ik zeg, nou, ik moet het overnemen. En wat moet ik doen? Laat me zien.
Nou, zij zei, dit lokaal, dat toilet, dit lokaal, dat toilet, die toiletgroep. En ik mijn boekje erbij en dan die nummers opschrijven, lokaal, huppeltje, pup, niks opgeschreven. En die toiletgroep, die weet ik zo te vinden. Nou, die ga ik draaien en dat doe ik binnen een uur. En als ik vind dat daar meer moet gebeuren, dan zeg ik dat tegen mijn baas. En dan stuurt hij me nog maar een keer een dag. Dan kom ik toch op een andere dag weer een uur eerder. Wat maakt mij dat uit? Ja, laten we eerlijk zijn. Het is een contract, een werkcontract van 23 uur in de week. En dat zou ik niet kunnen draaien. Ja, we morgen brengen, homo. En dat mag ik ook voor mijn dochter niet zeggen. Waar zijn we mee bezig? Even chillen, kom op. Weet je moeder waar Parimaribo ligt? Je aard van je mens zijn is dat je dankbaar bent. Als een slaaf. Dankbaar voor je bestaan. Er is een gewoonte om te bidden voor het eten. Ik weet eigenlijk niet waar die gewoonte vandaan komt. Ik weet niet eens of ik het wel zo'n goede gewoonte vind. Ik zou er een voorstander van zijn dat als we daar weer opnieuw een echte gewoonte van maken, dat we er dan ook een gewoonte van maken om als we op het toilet zitten en wij pakken een velletje toiletpapier, dat we dan opnieuw een dankzegging uitspreken. Als dank voor het toiletpapier. En doe dat dan ook. Snap je? Maar jij, normaal, je moet alles, moet je dankbaar voor zijn. Maakt niet uit wat. Jij bent hier als kind van God om cadeautjes in ontvangst te nemen. Ja, maar mijn leven, dat, noem je dat een cadeau? Ja, nou, ik vind mijn leven niet zo een cadeau. En waar hebben die mensen het dan over? Nou, mijn moeder hield van ruzie maken en mijn vader hield van suipen. En dan gaan we daarover lopen klagen. God zal me kraken. Even chillen, snap je? Voor iedereen in deze samenleving. Hou op met dat soort dingen. Chillen. Aan welke kant van je neus zit je anus tegenwoordig? Doe normaal. Ja, weet je, in Nederland, hè? Ja, die regeringen, dat is echt hele dolgedraaide. Oh man, het is Prins Friso, hè? Prins Friso, die was erbij, hè, toen Marianne Vaatstra werd anaal gepakt, hè? Met een slipje. Wat ze laten vonden, snap je? Waar ben je mee bezig? Hou op. Gewoon lekker chill. Gewoon beginnen met ontvangen. Ik heb nog een hele uitzending in voorbereiding van de waarde van vissen. Daar kan je ook rustig een uur over praten, weet je nou? Dit is een mooie van Christus, hè?
waarin hij zegt: ik zal u vissers van mensen maken. Dat zijn dingen om bij stil te staan. Waarmee ik bedoel dingen die Christus heeft gezegd. Het is altijd zo geweest dat de dingen die Christus heeft gezegd, dat die heel veel inhoud hebben. Dat is altijd al zo geweest. En nu ook. Want dat was altijd al zo. Dus nu ook. Snap je? Kijk, nu kijk ik naar Nederland. De bussen rijden kei op tijd. Iedereen doet vriendelijk. De buitenlanders hebben moeite. Sommigen. En sommige Nederlandse ook. Maar dat zijn met name vrouwen. Maar voor de rest... alles gaat hier hunky-dory. Nederland is in een prima staat. Allemaal lekker uitgerust. Iedereen wil aan de slag. Het gaat geweldig met ons. We hebben allemaal... een excuus om niet meer naar verjaardagen te gaan. Want zoals een Nederlandse dichter ooit zei, familie is verschrikkelijk. Verjaardagen zijn wanstaltig. En de combinatie van de twee is dodelijk. Laten we eerlijk zijn. Verjaardagen, even chillen, maar vier jij verjaardagen? Dat is gewoon lekker relaxed, hè? Vier jij verjaardagen? Dan moet je nu in je hoofd antwoord geven. Vier jij je eigen verjaardag? Even bepalen waar je staat. Ja, en dan is de vraag... zijn jouw verjaardagen leuk voor andere mensen? Nou, dit gaat pijn doen, hè? Maar hoeveel mensen zijn er op verjaardagen gekomen... die jij dan georganiseerd had? Van ja, het is mijn verjaardag. Maar hoeveel mensen vonden dat nu eigenlijk leuk? Nu heb ik het te pakken. Ah, dat is een punt, hoor. Hoe vier je je verjaardag? En het antwoord is... niet. Niet. Er is geen enkele reden om eens per jaar op een bepaalde datum iets te gaan herdenken. Ja, wat dan? Want wanneer ben jij geboren eigenlijk? Ja, dat was op 13 april om 3:50 middags. En daar was jij bij? Ja, volgens mij niet hoor. Jij bent ergens na die tijd, ben jij geboren. Toen ergens na die tijd kreeg jij het idee, oh, ik ben er. Maar dat was niet toen. Toen was jij een klomp vlees. Meer niet. Pies, poep en een zuigen aan de moedertiet. That's it. Je kon niet eens kijken, sukkel. Ja, dat is niet waar. Nee, baby's kunnen van alles zien. Nee, baby's kunnen helemaal niks zien. Die zien één grote grijze massa. Als er iets blind is, is er wel een baby.
nog komen. Dus wanneer ben jij geboren, hè? Je kan herdenken, ja, toen was mijn lichaam geboren. Ja, ja, maar dan kan je net zo goed gaan vieren dat je geconceptueerd bent. Gedenk dat moment dan. Ja, mijn moeder was echt zo geil als boterman en mijn vader klopte bovenop. En dat was dus precies, dat was op 24 maart. En dat was 7:15 achter het schuurtje bij mijn schoonouders. Dat kan dus niet. Nee, dat kan wel. Nee, dat kan wel. Tuurlijk kan dat. Maar gij denkt dat dan. Ja, dat is allemaal belachelijk. Dat is belachelijk. Een feest. Even een goede tip. Echt totaal relaxed, hè. Een feest. Dat doe je alleen maar. Om je omgeving. Te. Ja, op te wekken. Te irriteren. Te aan te zetten. Dat ze. En dan gaan ze wat zeggen. Eigenlijk een vorm van pesten. Maar dan bedoeld op een leuke manier. Dus je gaat op een aardige manier pesten. Want je moet er allemaal komen. En dan moet je op 3:15 zijn. En dan is het ook echt geweldig. Met. Ik denk gelijk aan barbecue. En niet te zuinig met de pindasaus. AUB. En veel alcohol. Daar ben ik nogal streng in. Nuchtere feestjes vind ik maar zo. Minimaal iets. Roken moet. Dat moet. Bij een feest moet er gerookt worden. Je moet na afloop van een feest moeten al je kleren in de wasmachine. Of je laat ze nog even liggen, want ze ruiken nog zo lekker na dat feest. Bijvoorbeeld vuurwerk. Erg belangrijk. Van barbecue gaan je kleren stinken, vuurwerk en al die dingen. Want na een feest moet je opruimen. Een feest is een vorm van terreur. Met buren gerucht. Dat moet het zijn. Als je een feest organiseert, dan moet je voor gaan sparen. Moet je plannen. Ja, even chillen, hè? Maar dat is een feest. Dat is een conspiratie. Dat is een samenzwering, man. En waar iedereen te gazen nemen. En ook een geweldige is om er, behalve alcohol, als je dan toch al bezig bent, smijt er ook de rest in. Wiet, hash, cocaïne, zeg maar. Cocaïne, dat vind ik er zelf niet zo goed in, want dat is namelijk chemisch en zo. Hè? Ik hou meer van puur natuur. DMT. Paddenstoelen. Na afloop moet je opruimen. Dat is erg belangrijk. Een feest is het scheppen van een puinhoop met als doel dat je het achteraf gaat opruimen. En dan gaan we weer verder. En dan is het de bedoeling dat je het meest belachelijke feest houdt. Wat nog heel lang in de mensen hun gedachten blijft. Van, oh mijn god, wat ben ik blij dat hij tegenwoordig zijn verjaardag niet meer zo vaak viert. En ze komen elke keer weer om te kijken of het net zo verschrikkelijk is als de keer daarvoor. Ja, laten we eerlijk zijn. Even chillen, man. Gewoon, gooi het eruit. Organiseer een feest. Hoe moeilijk is het nou om een feest te organiseren? Dat kan toch iedereen?
Ja, maar dan moeten ze allemaal verkleed komen. Ja. Dat kan je doen. Dat kan zelfs leuk zijn. En dan moet je rekening houden met de mensen die niet verkleed kunnen komen. En die moeten dan wel bij aanvang wel verkleed dingen krijgen. Want je mag je eigen verkleed dingen meenemen. Of iedereen krijgt een verkleed ding. Kun je ook doen. Waarom niet? Je moet wel een doel hebben. En wat is het dan? Dat kan leuk zijn. Waarom niet? Achteraf weer de boel opruimen. Ik zelf hou niet van verkleedfeestjes. Het lijkt me meer iets voor vrouwen die dat leuk vinden. En mannen, ach nee. En ik hou meer van feestjes met een onderwerp. Eten bijvoorbeeld. We gaan lekker eten. Dat vind ik eigenlijk de basis van een feestje. Dat vind ik misschien wel de leukste feestjes. Dat je zorgt als gastheer voor het eten en het drinken. En dat je de tijden goed in de gaten houdt. En dat je ook verdiept in het openbaar vervoer. En dat kan iedereen wel. En dan iets met leuks met eten. Dat. Dat is altijd grappig, namelijk. En ook is het leuk als iedereen wat maakt. Of dat een aantal van de gasten meehelpen met wat voorbereiding. Of dat het barbecue gebeurt door een van de gasten. Of. Ja. En iets van een thema. Dat is toch wel leuk. Het feest is ter ere van het Huppeltje Pup. Of iemand maakt een voorstelling. Een liedje zingen. Of wat maar, maakt niet uit. Een asbak. Hou je een rokersfeest en iedereen krijgt na afloop een asbak mee naar huis. Die wordt dan zelf gekleid of zo. Dat kan wel. Moet even bakken in de oven. Laten we chillen. Kijk, stel. Kijk, komma. Stel, komma. We komen eruit. Stel. Kijk. Kijk. Stel, we komen eruit. Ja, dan zitten wij dus niet langer opgescheept met die onderdrukker. Want die is dan weg. Dus daar hebben we dan geen zorgen meer over. Hè? En wat hebben we dan over? Zoals de Franse grootmeester, vader, filosoof. Je weet het wel, die vieze kleine meisjesneuker. Met die rare vrouw, Simone de Beauvoir. En die zeiden tegen die meisjes van nou, en keek op bezoek bij hem. Die vent was, hè. Die heeft lekker geneukt, hoor. Die hield niet zo van monogamie. Die was meer van het seksuele plezier, hè. Die Fransman, hè. Ja, dat is racistisch, man. Dat al die Fransen zo zijn, die denken, ja, het was een Fransman, hè. Hij schreef in het Frans en hij woonde in Parijs. Dus, nou ja, hoe Frans kan je zijn, hè? Jean-Paul Sartre dus, hè? En die schreven L'Enfer, c'est les autres. Nou. Ja, en het beste maak je dus nu al kennis met de Enfer. Dat betekent de hel. Le enfer. Je zegt l'enfer. Maar enfer, dat is hel.
De hel, dat zijn de anderen. Ja, daar zitten we dan mee opgescheept. Als wij ons niet meer druk kunnen maken over prins Bernhard, die allemaal geld loopt te maken daar in Amsterdam, en rijker en rijker, en die zijn allemaal weg. Ja, dan zitten wij omringd met onszelf, snap je? En wie zijn wij dan? Ik laat even een pauze vallen. Dat hoor je wel. Maar wie zijn wij dan? Wie zijn dan degene in jouw omgeving die dan er nog zijn als prins Bernhard en de zijnen die zijn teruggegaan naar waar ze vandaan kwamen, namelijk naar Mars? Of Saturnus. Of zijn buitenaards. David Icke. Moet je dan even David Icke, Reptilians. En dan weet je waar ze vandaan komen. En Martin Vrijland weet het ook. En dan zijn ze allemaal weg. En want ze zijn helemaal bang geworden van ons. Of zoiets. Maakt niet uit, maar het komt allemaal goed dus. Hè? En er zijn weinig over met ons eigen. Maar wie zijn wij? Even chillen. Dus ga kennis maken. Organiseer een buurtfeest. Hey, en nogmaals, eten en drank. Of beter gezegd, drinken en eten en drinken. Denk om die drank. Niet vergeten. En als er vechtpartijen uitbreken en er gaan stoelen door de ruiten, wij gaan na afloop opruimen. Dat is allemaal ingecalculeerd. En na afloop opruimen en dan bijkomen en dan gaan we het volgende feest plannen. Snappie? Get a life. Er schiet me een Hebreeuwse tekst er binnen. Maar die ken ik niet in het Hebreeuws. Hey, kom op zeg. Hey. Lekker chillen. En tot de volgende keer.